Oké, dan kijken we naar rechts. Dan kijken we naar links. Oh, wees niet truik op weer. Het Nieuwlandplein is veranderd. Wat vind je ervan? Ik vind het goed gelukt en nu is het ook veiliger. En het was wel nodig, hè? Ja, want er waren ook veel ongelukken gebeurd. Daar zijn we er. Dan gaan we hier de prijs uitreiken. Om deze rotonde veiliger te maken. Nou, we hebben net kunnen zien dat dat goed gelukt is. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik hoop dat jullie daar ook heel erg blij mee zijn. Zodat jullie veilig van school naar huis en andersom kunnen. En andere dingen dan sport en wat je ook doet. Nou, we toch al een sport hebben. Ik heb voor alle scholen een cadeautje meegenomen. Iedere school krijgt deze mooie nieuwe bal. Wat was er aan de hand? Er waren veel botsing, ongeluk hier zo. En wat is er nu veranderd? Voetgangspad, die pad, ja, en wegen. En misschien willen de kinderen een andere kleur en dan ga je maar wisselen met elkaar tot je een prachtige kleur hebt, oké? Nou, dan heb je de hele ochtend om met elkaar te gaan. Dat is heel goed voor mij. Wat is er veranderd? Nou, eigenlijk alles behalve die rotonde. En was dat nodig? Ja. Waarom? Het is veel veiliger geworden en veel fietsers kunnen nu beter fietsen. Is gewoon veiliger. Het Nieuwlandplein is aangepakt. Goed plan? Ja, heel, heel goed. Hartstikke veilig. Want ik fiets hier elke dag natuurlijk. Nee, dit is een hele verbetering. U woont hier in de buurt, dus u heeft vast veel ongelukken zien gebeuren. Niet echt zien gebeuren, maar wel iedere keer de politie, de ziekenauto en alles. En dan zeiden we, het is weer bij de rotonde. Ja, en dat is nu niet meer het geval. U moet nu wel verder fietsen. Ja, maar dat geeft niet. Ik heb nog jonge benen. Ja. En denkt u dat het nu ook veiliger is geworden? Echt. Ja hoor, heel stuk veiliger. Ja. En komt dat niet omdat de mensen nu, omdat ze nog moeten wennen, beter uitkijken, dat het straks weer misgaat? Nee, je steekt gewoon een stukje verder over. Dus de auto zie je gewoon veel beter. Tenminste, dat idee heb ik. U noemde dit bankje net scherend het bankje van de Rotonde Watchers. Die zullen nu niet zoveel meer te zien hebben. Ja, een mooie rotonde. Ik weet dat er mensen in de flats wonen hier die dat een beetje bijhielden hoe dat ging op dit Nieuwlandplein. En die gaven af en toe ook een signaal af. Nou, die mogen van mij blijven kijken, maar ik denk dat ze niet meer zoveel te melden hebben in de komende jaren. Bent u niet bang dat als de verkeersdeelnemers een beetje gewend zijn aan de nieuwe rotonde, dat het weer misgaat? Ja, kijk, een ongeluk, daar is het spreekwoord ook naar, zit in een klein hoekje. Maar het ligt nu niet meer aan de rotonde. Als er nu wat gaat gebeuren, ligt het echt alleen maar aan het gedrag van automobilisten. Je kon net zien toen we dat rondje fietsten, dat er ook nog weer een auto was die er net eventjes snel tussendoor probeerde te gaan. Terwijl de rijwielen, de fietsers, voorrang hebben op deze rotonde. Dus ja, verkeer zit altijd vol met risico's, maar wij hebben hier nu het risico wel erg omlaag gebracht. En dat was onder andere door de overzichtelijkheid van de rotonde te verbeteren? Dat is onder andere door de overzichtelijkheid van de rotonde te verbeteren. Want automobilisten kunnen nu, doordat de fietsers recht over de rijbaan gaan, kunnen ze de fietsers beter zien. Terwijl ze in de vorige situatie echt, ook omdat er fietsers van twee kanten komen, terwijl ze zelf in de bocht zaten, moesten ze naar links en naar rechts gaan kijken of ze fietsers konden zien. En nu hebben ze bij wijze van spreken veel beter in beeld. Maar de fietsers moeten ook opletten natuurlijk. Die hebben voorrang, maar iedereen moet goed blijven opletten. Het heeft een smak geld gekost, meer dan 4 ton. Dat is het waard geweest? Ik vind het wel waard. Maar ik ben uitvoerder, want de gemeenteraad heeft dat geld ter beschikking gesteld. En die vond dat het waard. En ik denk dat dat zo is. 3, 2, 1.